beste allemaal, welkom bij wederom een nieuwe editie van Travelscan TV. Ditmaal van week 7, 2012 en dat was de week van maandag 13 tot en met zondag 19 februari. Beginnen we met de boekingen voor het lopende winterseizoen. En die gaan in de afgelopen weken erg goed. Ook deze week zien we weer een forse groei in omzet, namelijk van 12% ten opzichte van dezelfde week vorig jaar. Kijken we naar het aantal passagiers, dan zien we daar weliswaar wel een daling van 1,4% in de afgelopen week. Cumulatief gezien staan we er in aantal passagiers voor op een daling van 2,4%. En het lijkt erop met nog maar een aantal weken te gaan dat we dat niet meer gaan goedmaken. Maar in omzet zien we wel een hele mooie groei van 2,5% voor winter 2012. En dan gaan we door naar de zomerboekingen. En die gaan helaas ook in week 7 fors onderuit. Beginnen we met de omzetkant. Daar zagen we een daling van zo'n 14,6% op dit moment. Gaan we kijken naar het aantal passagiers, dan is die daling nog groter, namelijk 18,9% in de afgelopen week. Cumulatief gezien staan we er dan ook niet goed voor. Een daling van 10,3% voor het zomerseizoen op dit moment in aantal passagiers. En in omzet weliswaar een iets mindere daling, maar nog altijd een daling van 5,5% ten opzichte van vorige zomer. Als we dan kijken naar de vertrekperiodes, dan zien we eigenlijk dat de hoogzomerperiode nog wel goed loopt. Juli en augustus lopen wat dat betreft best goed. En het lijkt erop dat de consument dan ook wel zijn eerste zomervakantie veilig stelt. Het is op dit moment vooral de meivakantie welke fors achterblijft ten opzichte van vorig jaar. Kijken we dan tot slot nog even naar de top 10 bestemmingen, dan zien we dat er eigenlijk nog maar 3 landen zijn die daar een groei laten zien voor het totale zomerseizoen. Dat is de nummer 1 Turkije met nog altijd een groei van 7,9%, de VS met een groei van 5% en Portugal met nog een groei van 2,6% ten opzichte van zomer 2011. Alle andere landen laten een daling zien, waarbij Griekenland en Frankrijk er in negatief uitspringen met een daling van respectievelijk 21 en 17%. Dit was Travelscan TV voor deze week. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe editie. Tot dan!